Vandaag zitten we even in een andere setting, want onze andere studio wordt nu verbouwd. Dus vandaar dat we in deze prachtige suite kunnen zitten. De bank maakt een beetje geluid, dus mochten jullie wat horen, dan is het waarschijnlijk de bank. En dan gaan we nu beginnen. Oriana deed in 2021 mee aan de Bachelor met Tony Junior. Ze kenden elkaar al via het internet en Oriana voelde van het begin af aan een klik met Tony. Veel zorgen over haar plek maakte ze zich niet, totdat Tony haar geduld op de proef begon te stellen met gekke fratsen en dubbelzinnige uitspraken. De gevoelige Oriana moest toezien hoe haar droomman viel voor de charmes van een andere dame. Nederland leefde met haar mee toen ze met een gebroken hart en veel onbeantwoorde vragen alleen achterbleef. Hoe ze deze emotionele rollercoaster heeft ervaren, de opnames voor haar zijn geweest, welke lessen ze over zichzelf heeft geleerd en hoe het nu met haar gaat, vertelt Oriana in deze aflevering van Endom. Voor we beginnen, ik zie dat slechts 10% van jullie geabonneerd is. Seizoen 2 is in de maak, dus zorg dat je niks mist en abonneer je vast op mijn kanaal. Het is gratis en je helpt mij er enorm mee. Alvast bedankt en veel kijkplezier. De spotlights doven. De camera's stoppen met draaien. En dan... Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van En Dan, de serie waar ik samen met andere oud-kandidaten van Reality TV ga spreken over de mentale nasleep. Naast mij zit Oriana. Hi. En wij gaan samen over jouw verhaal praten, hoe jij het allemaal hebt ervaren. Ja. Heel fijn dat je kon komen uiteindelijk. Dankjewel dat ik mag komen. En laten we gelijk beginnen, zou ik zeggen. Helemaal goed. Jouw persfoto. Oh, super. Wat vond je van jouw persfoto? Vreselijk. Oh ja? Ja, het is, mag wel wat spontaner, vind ik. Het is wel, ja. Kreeg dat donkere haar. Wat zeg je? Dat donkere haar, wat erg. Ja, je hebt nu natuurlijk je haar wat lichter. Ik vind het heel mooi bij je gezicht trouwens. Dank je. Maar wij hebben jou zo allemaal leren kennen natuurlijk. Ja. Hoe was die persfotoshoot? Mocht je een beetje zelf inbreng hebben? Ja, ik weet wel dat er een hele dag overheen ging. En ik weet wel dat ik de laatste was. Want ik dacht, nou, dat komt wel. Nou, toen gebeurde het. Toen dacht ik, ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? Ik raak helemaal een soort in spanning en zo. Ja, dus uiteindelijk sta ik hier best wel stug, vind ik zelf. Ik had wel wat meer pit of zo erin kunnen hebben. Maar goed, ik had die anderen ook gezien. Dus dit is een van de beste geweest. It's a pretty picture. Dank je wel. Ja. Laten we gelijk beginnen met jouw interview. En dan gaan we beginnen bij de periode voor je deelname. Ik zag vooral feestfoto's, eerlijk gezegd, toen ik terug aan het zoeken was. Maar kun je mij vertellen hoe jouw leven eruit zag voor jouw deelname aan de Bachelor? Ja, heel veel losbandig. Veel feesten, veel weg. Ik had twee hondjes, of ik heb twee hondjes. Ik was hier op dit moment denk ik een jaar vrijgezel, dus ik was lekker de hoort op. Je hebt wel de goede foto's eruit gehaald, zie ik. Ja, er was niet heel veel te vinden, ja, nee, sowieso festivaletjes ben ik wel echt heel erg van. Ik deed altijd promotiewerk voor festivaletjes, dus ja, eigenlijk kon ik naar elk feestje. Kon ik naar veel feestjes veel toe, feestjes, dus ik dacht ook, nou ja, dan moet ik ook wel even gaan. Dus vandaar. Oké. Okay. Grappig. En hoe zag jouw leven er verder uit? Ik had een fulltime baan. Daarna heb ik heel even thuis gezeten. Hard op zoek naar, ja, naar werk eigenlijk. Ik deed wat marketing ertussendoor, dus ik deed ook wel wat dingetjes via socials. Maar ja, voornamelijk heel veel met mijn dieren, met mijn honden. Was eigenlijk, ja, ik woonde op dat moment ook nog even thuis bij mijn ouders, omdat ik mijn woning had verkocht. Ja, dus dat is even wennen, ook op die leeftijd. Dus daarom was ik ook heel veel de hoort op, om dat een beetje thuis te ontlopen. Ja. Maar achteraf wel heel dankbaar geweest dat ik bij mijn ouders überhaupt mocht wonen. Dus, ja. Oké. Okay. En hoe was jouw mentale gesteldheid voor je deelname? Heel onzeker. Eigenlijk ben ik altijd wel heel onzeker geweest. Ook wel van die zelfverdedigingscursus zo gehad. Omdat mijn moeder echt zei van, ja, kom op, Oriaan. Dus je moest bij mij al dit doen en dan begon ik al te huilen, van, bij wijze van spreken. En eigenlijk meer van, ik zie het allemaal wel. Het komt allemaal wel goed. En ja, ik heb een hele mooie vriendenkring. Op dat moment had ik ook echt heel een leuke vriendenkring. Dus ja, op dat moment ging het wel goed. Ja, goed, meer, ja... Je had dus wel last van onzekerheden. Ja, dat sowieso. Ja, ik had mijn angststoornis natuurlijk ook erbij, waar je natuurlijk ook onzeker van wordt. Dan ben je, ja, tussen het 28 en dan ben je bang in donker.
Hulp gehad erbij, dus super fijn. Heel veel mensen vinden het misschien eng of spannend om hulp te vragen. Ik ben juist heel blij geweest dat ik hulp heb gevraagd. Ik heb me ook heel veel, echt wel heel veel geholpen. Een beetje knauw gehad van mijn ex, van mijn relatie, dat natuurlijk uit was. Dan komt dat natuurlijk allemaal eruit. Dus daarom ook even rustig thuis gezeten om alles een beetje te laten landen. Met je angststoornissen dus ook, dat ja. Kwam daar ook vandaan. Ja, persoonlijkheidsstoornis was dat. Dat is meer dat ik dan zeg maar niet wist. Ik was heel bang dat mensen van mij dachten. Dat mensen me wel leuk vonden of ik er wel mocht zijn. En dat soort dingetjes een beetje. Daar ben ik heel erg overheen gekomen. En die angststoornis is een beetje in de mate de jaren. Ik heb het ook nog bij de bachelor gehad. Ik zeg maar nog wel bang was in het donker. Maar die meiden met waar ik mee sliep en zo, die waren super lief. Dus ik had het meteen wel verteld. Dus ja, het kwakkelde een beetje door. Deden wel wat aan. Ik denk dat ik het moet uitleggen. Lastig. Nee, maar niet uit. Dat is hartstikke goed. Nee, ik weet nog wel dat je dat soort dingen inderdaad ook hebt verteld tijdens je deelname over je angststoornis. En dat vond ik heel krachtig dat jij daar zo open over was. Ja, nou, dank je. Dus ik vind dat heel knap. Ja, is ook lastig. Maar ik weet ook wel nu dat, op dit moment dat ik niet de enige ben die met dit kan. En misschien ben ik wel een van de weinigen die er iets aan wil of durft te doen. Het is natuurlijk best wel een moeilijke stap. En ik vond het ook best wel lastig tegen mijn vriendinnen natuurlijk te zeggen van ja, dan ben je natuurlijk volwassen en dan ben je bang in het donker. Ik ben nog steeds bang in dus, het donker. Dus ja, het is vreselijk. Ik was ook heel bang gewoon om schimmen te zien. Ik ben ook best wel heel, ik ben heel high sensitive. Dus ik ben heel gevoelig. Dus ik ben ook heel gevoelig voor energie en aura's. Dus dat was ook een beetje dit te maken. En omdat ik natuurlijk heel slecht ging met mijn ex, werd dat natuurlijk steeds in de nacht, als ik bij hem lag, steeds heftiger. Niet dat het een hele nare jongen is, dat niet. Maar meer omdat ik die energie, ik voelde natuurlijk niks meer. En ja, dat is dus uitgekomen tot een angststoornis. Oké. Okay. Of een. Ja, het klinkt als een logische opbouw tot uiteindelijk die angststoornis. Maar als je er eenmaal mee zit, dan... Ja, dan weet je niet wat je moet doen. Nee. Het is alleen maar praten wat ik heb gedaan. Dus geen... ze hebben natuurlijk andere theorieën en zo hoe je eraf komt. Maar voor mij was het voornamelijk praten en kwijt. Waar ligt het aan? Hoe komt het? Nee, het was natuurlijk dat stukje persoonlijkheidsstoornis. Noemen ze het even zo. Dat ik natuurlijk heel bang was dat ik er niet mocht zijn en zo. Dus het komt allemaal een beetje met elkaar op. Vroeger heel erg gepest op mijn middelbare school. Dus het is allemaal een beetje bij elkaar gekomen. Dat is niet niks. Ja. Het gaat goed. Ja, gelukkig gaat het nu dan goed. Maar, het klinkt heel heftig, maar het is... Het is juist, ook heel heftig als je erin zit. Ja, het is juist ook... Ja, het is echt goed om iets zeg maar, eraan te gaan doen, om te praten. Die stap moet echt... Je moet het zelf doen. En ik weet zeker dat als je er echt achter staat, dat het ook echt wel lukt. Dus, ja. Ja, vandaar. Zeker. Ik vind het super knap. En ik denk dat erkennen daarin stap 1 is... En dat je dat dan gaat delen natuurlijk met een psycholoog dan, maar ook met je omgeving om er echt voor uit te komen. Dat je daarmee ook stap 1 zet om er wat aan te gaan doen. Ja, dus ik vind dat heel erg knap. En dan is het zeker met een angst om of mensen je wel leuk vinden om dan mee te doen aan een realityprogramma is natuurlijk ook wel. Ja, ik snap niet waarom je dat... daar heb ik niet eens over nagedacht. Althans, je denkt er wel bij na, maar ik was eigenlijk heel erg gefocust op Tony. Omdat ik hem natuurlijk al kon, om het even zo te zeggen. En ik weet nog wel dat ik een keer een avondje met mijn beste vriendin zat thuis. En toen we lekker een wijntje zijn, gezellig. En toen appte hij opeens iets. Dus toen waren we nog een beetje van, die Tony en dit en dat. Dus laatst, heel stom, was ik met haar. En toen hebben we die berichten teruggelezen. Toen zei ik, wat is dat toch iets raars geweest? We hebben toen zeg maar al over Tony gesproken. En daarna een jaar later of zo ontmoet je hem echt. En dan op zo'n setting. Dus dat was echt dat we dachten van, Ja, want dat was een beetje jouw verhaal inderdaad. Jij kende hem al. Ja, en jullie hadden ook al contact gehad. Ja, nog niet afgesproken, maar jullie hadden wel contact gehad. En dat is dus ook de reden dat je hebt ingeschreven voor de bachelor. Ja. Voor hem echt. Ja, voor hem echt. Ja. Ik ben daarna nog gevraagd. En toen zei ik, jongens, ik heb me al ingeschreven. Was dat van plan? Toen heb ik het daar nog weer gecanceld. Toen was ik door en toen dacht ik van, ja, weet je, ik zou het allemaal leuk vinden. Maar wat moet hij dan? Dus denkt hij, wat moet zij hier? Weet je, hij wil misschien nieuwe mensen, echt nieuwe mensen leren kennen. Vrouwen. Mm. Toen had ik gezegd tegen de crew van, ja, ik doe het toch maar niet. Want weer dat stukje onzekerheid van, ja, wat gaat hij van mij vinden? Toen heb ik een hele vage droom gehad. Ik droom ook altijd heel, het is heel bizar, maar ik droom altijd hele vage dingen. En heel intens en heel echt. En toen heb ik eigenlijk dat hele bachelor-serie al uitgespeeld. Dus in je droom? Toen dacht ik, dat vind ik dan weer zo'n teken. Ik denk van, Oriane, doe er wat mee.
Toen heb ik de crew weer opgebeld. En toen was het toevallig, ik belde ze zondag terug. En toen zei ze, nou, je hebt echt mazzel, want maandagochtend is de deadline. Dus je kan nog mee. Oh. Dus dat had zo moeten zijn of zo. Ja, dat dus, denk ik eigenlijk ook wel dan. Ja. Want hoe ging dat, dat castingproces? Bij mij dus heel snel. Bij jou was het een soort van verkort... Ja, natuurlijk wel echt gewoon mijn casting gedaan. En natuurlijk echt duidelijk hebben ze ook gevraagd van, heb je hem echt niet gezien? Want dat mocht gewoon echt niet. Ik zei, nee, dat heb ik echt niet. We hebben echt alleen contact gehad over de app. En toen eigenlijk heel leuk gesproken. En toen had ik het natuurlijk afgecanceld. Omdat ik dacht, ja, doe het maar niet. Dan ga je. En toen had ze me dus... Die maandag heb ik haar nog gesproken. Die dinsdag ben ik nog langsgekomen. En toen werd ik die woensdag gebeld. En toen die week daarna op vrijdag moest ik al... En daartussen was natuurlijk en corona en Koningsdag zat er nog tussen. En ik moest nog kleding kopen. Nou, dat was dus echt een hel. Ja. Want alles online kwam natuurlijk te laat. En alles open was er niet, omdat er corona was en ik mocht nergens naar binnen. Ja. Dus dat was voor mij even dat ik dacht, oké. Okay. Ja. En ja, wow, dat is super korte voorbereidingsperiode. Een beetje. Dus geweest mentaal ook voorbereiden, zeg maar. Ja. Ook heftig. Maar heb je toen ook met een psycholoog gesproken? Via Videoland, om het zo te zeggen. Mijn eigen psycholoog, die sprak ik toen al niet meer. Mm-hmm. Omdat ik toen al aangaf dat het eigenlijk wel goed ging die laatste maand dat ik bij mijn ouders woonde. Maar ik dacht echt dat ik mijn rust terugvond. Dus die had ik toen zeg maar even op stop gezet. Dan krijg je natuurlijk wel via Videoland contact met de psycholoog. Dus. En heb je daarmee ook... Je angststoornis onder andere besproken. Ja, dus ze waren er wel van op de hoogte. Ze weten het wel. Ja, ze weten hem niet natuurlijk heel alles. Want ja, je had natuurlijk alles niet helemaal alles duidelijk uitleggen. Of zeg je dat? Open uitleggen. Maar ik heb het natuurlijk wel aangegeven. En dat was niet echt een issue. Of als ik zelf maar gewoon steady erin stond. Oké. Okay. En dat was wel het geval dus? Ja. Oké, gelukkig. Ik heb zelfs nog filmpjes voor die meiden gemaakt. Van, jullie weten niet waar ik zit. Maar echt elke dag heb ik iets opgenomen totdat mijn telefoon weg moest. Voor mijn vriendinnen. En dan daarna, toen het zeg maar uitkwam dat ik meedeed, dat ik het gestuurd van, nou, kijk maar. Oh, wat leuk. Ja, want dan belden ze me en dat filmde ik zo later van, jullie moesten eens weten, ik neem jullie echt in de zeik. Want wat had ze tegen je vrienden gezegd? Dat ik naar zo'n retreat? Retreat iets was, ja. En hun dacht ook, oh ja, dat snap ik wel, want ze is heel veel aan het feesten en zo. Dus ze moet echt wel tot rust komen. Ze moet even weer mijn eigen geen telefoon. Dus het is altijd goed. Nou, dat is. Oh jeetje, oké. Okay. Nou, laten we doorgaan naar jouw tijd tijdens je deelname. Want ik vraag me af, hoe zenuwachtig was jij? Ja, vreselijk. Ja? Maar ik ben niet op me afgestapt bij de eerste cocktailparty. Dat was die dag ervoor. Nee. Heel stom, omdat ik dacht, eigenlijk weer mijn onderbewustzijn van, het zit wel goed die eerste keer. Ik hoef niet als een prooi nu op je te gaan. Want ik merkte ook wel, zeg maar, zijn ontmoeting, dat hij het wel interessant vond. Dat hij dacht van, oké. Okay, ja, want hoe ging dat? Zeg maar, die periode voordat jij echt die rode loper voor het eerst opging en hem ging zien. Hoe was dat? Vreselijk. We moesten om 5 uur of zo je telefoon inleveren. Nou, dan ga je opmaken met de meiden. Ik zat met Maxime en Jolijn, Rosemarie en Nadesh. Dus dat, met Maxime en Jolijn was ik natuurlijk meteen heel goed. Gewoon echt gezellig. Nou, dan ga je opmaken, dan ga je telefoon inleveren. Ik weet dat Max als eerste weg mocht. Die was nummer 2 en ik was nummer 19. Dus ik heb echt letterlijk 4 uur lang in een donkere kelder in de kou gezeten. Oh my God. Niks om me heen, want iedereen was al weg. De crew soms, maar wij mochten ook niet naar boven, want daar kwam natuurlijk de limo. Dus dan zag ik natuurlijk alles al. Dus ik soms een beetje... Ja, ik mocht gewoon helemaal niks daar. Echt gewoon, ik zat echt 4 uur tot 5 uur lang. Ik was pas 1 uur 's nachts aan de beurt. Oh my God, ja. Dat is vreselijk. Dus dat was voor mij echt hel. Ja, dat snap ik. Ik echt dacht van, mag ik gaan slapen? Kan ik iets gaan doen? Want... Niemand kon zeggen hoe laat zeg maar, we op mochten en zo. Dus ook weet dat ik met Rosemarie zat, ik volgens mij op het eind. Ja, dat was gewoon hel. Dat was echt vreselijk. Je zenuw zit tot hier en dan ga je moet een speech voorbereiden. Ja, wat moet ik zeggen? Dat moest je zelf voorbereiden ook. Ja, ze zeiden wel, je moet wel iets in je hoofd houden om... Om te zeggen. Om te zeggen, nou. En wat had je bedacht? Weet ik niet meer. Nee, alles ging door me heen. Nee, ik kan alles me voorstellen dat je helemaal gek wordt. Zeker, maar 5 uur is echt heel lang. Ja. Ja, het was echt, het was ook gewoon koud daar beneden en gewoon ja, niet chic. Dat ik echt dacht, oh, waar ben ik aan begonnen? Ja, 10 keer naar de spiegel lopen, helemaal opmaken. Nou, ik had zulke, helemaal rood, hoe zeg je dat? Helemaal bruin. Helemaal ja, de hele tijd blijven poederen. Ja. Los op en die mascara steeds meer. Ja, en toen kwam het moment dat je dus aan de beurt was. Vreselijk. En toen, ja, ook vreselijk.
Vertel. Ja, ik heb echt in de auto gezeten. Ze zeiden het is 2 minuten rijden of zo. Nou, voor mijn gevoel was het echt in- en uitstappen. En dan stond je daarboven. Ik weet nog wel dat ik hele hoge hakken aan had. En die waren volgens mij van de Primark. Dus ik kan je en niet oplopen. En het was grind. En ik dacht echt, wat ben ik nou aan het doen? Dus moest ik daarheen lopen. En ik weet nog wel dat ik heel zelfverzekerd naar beneden kwam. Van, goedenavond, zo. Dat ik ook achteraf dacht van, waarom doe je dat? En toen zei hij volgens mij meteen van, ik ken jou. Je zag wel gelijk dat hij je herkende. Ja. Was je bang dat hij je niet zou herkennen? Ja. Bang. Ja, meer een beetje vaag zou ik het vinden. Dan had ik echt gedacht, ja, die herkent me toch wel. Ja. Weet je, of dat hij het misschien expres zou doen dat hij me niet herkende. Maar dat deed je dus niet? Ja, hij herkende me wel. En toen? Viel er een last van je schouder? Vanaf dat moment weet ik niet meer wat ik gezegd heb. Ik weet ook niet meer hoe ik naar de meiden ben gelopen. Ik weet helemaal niks meer. Meer helemaal een blackout. Tony. Ja, natuurlijk die camera's om je heen. Ja, dan ga je het echt opeens beseffen van... Ja, je doet nu echt even aan iets mee en je moet echt even nu pit erin gooien. Ja, dus je had wel echt het gevoel van een druk eigenlijk. Dat ja, want ik vond hem meteen leuk. Ik dacht meteen, ja, hiervoor doe ik het. Ja. Dus dat je meteen, ging echt de strijd aan ook in die zin. Ja, je had wel gewoon ja, strijd. Maar ik dacht wel meteen van... Het is inderdaad een wedstrijd, ja. Ja, ik dacht toen ik hem zag, dacht ik, ja, dit is het. Ja. Jeetje. En toen... Wat een verhaal. Ja, schat. Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen. Zeker als je hem dus al van tevoren hebt gesproken. En dan zit dit hele concept er nog niet eens bij. Dus dan vind je elkaar echt leuk. Gewoon op wat je ziet, zeg maar. Mm-hmm. Dus de interesse is er dan al. Ja. En jij wist in die zin ook al dat de interesse wederzijds was. Omdat hij dus al contact met jou had gehad. Ja. Maar dat geeft ook wel weer extra druk, denk ik. Toen, die eerste ontmoeting was geweest en toen begon het echt. Ja, dan ga je naar de meiden, dan ga je de villa in. Nou, ik kon natuurlijk alleen de 4 meiden die met me mee waren aan het vliegen of meegevlogen hadden. Dus dan leer je ook de andere meiden kennen. En dan denk je, oh mooi, India. Ik zag India meteen, toen dacht ik, ja, prachtig. Nou, Max natuurlijk ook, ja. Dus, ja. Je ziet al die meiden, allemaal verschillende meiden. Dus dat was, nou, dan krijg je een wijntje in je handen. En dan dacht ik al van, oh, dat is heel goed. Nou ja, de helft die zat er natuurlijk al 5 uur, dus die waren al lekker bezig. Ja. En ik dacht, nou, bij mij mochten we meteen natuurlijk door met andere opnames. Van de Witte Roos, volgens mij is dat geweest. Ja. Dat was de first impression. Ja, die kreeg Roosje. Ja. Oh ja, oké. Okay. Dus dan ga je met de meiden erover hebben. Nou ja, dan ga je natuurlijk kamers indelen. Nou, iedereen wil natuurlijk bij zijn eigen maatje op de kamer. En ik weet nog wel dat ik met Jo en Max gewoon echt heel goed was. En toen was er 1 kamer met 3 bedden. Nou ja, een bank en 2 bedden. En toen zeiden die meiden van, ja, wij gaan niet op de bank of iets. En toen zei ik, ja, ik ga wel op de bank, want ik wil met jullie. Ik zeg, laat maar, we pakken die kamer en dan is het goed. Dus dan koffers naar boven en dan heb je opeens zo'n girls night of zo. En zit je opeens in de file met allemaal meiden die allemaal dezelfde man gaan daten, die jij al interessant vond. Ja. Was je ook gelijk aan het scannen van wat voor type zit hier tussen? Wat zijn mijn kansen? Ja, dat sowieso, dat heb ik wel meteen gedaan. Niet dat ik mezelf meteen op nummer 1 zette. Bij sommigen dacht ik wel van, oké, die maken wel een goede kans. Maar ik vond zelf ook wel dat ik inderdaad wel een kans zou maken bij hem. Dat had ik wel meteen al het gevoel van. Dat moet ook wel fijn voelen, denk ik. Ja. Als je echt daar bent voor hem, dat je denkt van, oké, zo mijn buik. Ja, mijn ring. Dat je echt denkt van zo, dat dit hem nog wel eens zou kunnen worden. Ja, dat heb ik echt gedacht. Ja. Ja, ook misschien wel een beetje in het begin ook wel, hoor. Ik vind het werd ook wat. Want, wat zeg je? Ik vind het zo grappig om dit te zien. Ja, dat snap ik. Want het is echt heel erg intens geweest, denk ik, voor jou. kun je eens vertellen hoe dat een beetje verliep? Gedurende die afleveringen en die dates. Mm-hmm. Hoe het allemaal voor je is geweest? Ja, echt wel een rollercoaster. Ik weet nog wel, die eerste dates dat hij boven mensen ging vragen om te eten. Toen dacht ik meteen, nee, dat wil ik niet. Toen heb ik echt ook echt achterin een hoekje gezeten. Dat ik dacht van, nou, je hoeft mij niet te zien. Maar hij had natuurlijk vooraf al gezegd van die en die. Hoefde ik gelukkig niet mee, want dat had ik echt niet heel chill gevonden. Toen met die scooter deed, toen was ik wel echt heel blij dat hij mij als eerste zeg maar meenam. Die kano date was er voor ook nog. Ja, dat was eigenlijk niet heel... Toen dacht ik, ja, gezellig, leuk. En toen merkte ik al dat hij een beetje naar Jill en naar Diva toe trok. Pas met die scooter deed dat ik echt van, ja... Volgens mij vindt hij het ook wel leuk. Volgens mij vindt hij dat ook wel nieuwsgierig hoe dat zeg maar uit kan lopen. Ik zit even te denken welke afleveringen.
Nou, toen had hij mij dus die roos niet gegeven met dat feestje. Wat was het ook alweer? Dat hij opeens uit het bloesje die roos dan wel trok. Ja, ja, want ja, toen, jullie hadden toen net toen ben ik gehad, echt, toch? Ik stond daar, niet dat ik het Sarah niet gunde, maar ik stond daar en ik dacht, wat flik jij mij nou? Wat doe jij? Ja, want ja. Jij had wel echt dat gevoel van, we zijn hier connectie aan het opbouwen. En voor de mensen die het niet hebben gezien, er was een soort van plotselinge roosceremonie, toch? Die was niet... Nee, we wisten niet dat de roosceremonie ja. Na dat feestje was. Nee. Dus die was er opeens en jij lag redelijk goed in de wedstrijd. Dat dacht iedereen ook. En toen deed Tony dus alsof die Oriana geen roos ging geven. En jij was toen heel erg lief, begripvol van... Oh nee, schat, ja, ik snap het. Heel veel succes. Maak, ja, maak een goede keuze. Hou je kopje erbij. En je hield je heel groot... En jij was dus ready om te gaan. En toen pakte hij je terug, deed je zijn blouseje open... Ja. En toen haalde hij de roos eruit. En jij zei toen ook, wat flik je me nou? Ja, ik zei, wat is dit? Ja. Want dat was ook mijn reactie, want wat flik je er nou? Waar slaat dit op? Ik kon toen echt niet plaatsen waarom hij dat zou doen. Nee. En hij gaf toen als reden dat hij wou zien of jouw intenties puur waren. Ja, of ik oprecht voor hem daar zat. En... Ja. Ik kon die vraag niet plaatsen bij jou. Als er bij iemand duidelijk was dat jij met de juiste intenties daar zat, dan was jij dat wel. En ik denk dat de meeste mensen die hebben meegekeken dat ook vinden. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, ik vond het gewoon heel raar. Ik heb daar ook, toen stond ik daar en ik weet dat ik echt van alles ging door mijn hoofd. Nogmaals, niet dat ik de andere meiden dan niet gunde, maar meer dat ik echt dacht, ja, waar is het op gebaseerd? Vertel even waarom. Waarom doe je dit? Heb ik iets verkeerds gezien? Heb ik iets verkeerds gezegd? En dan ga je natuurlijk dat weer helemaal denken. Heb ik iets raars gedaan? Het was heel raar. En toen hij mij die roos ook gaf, dacht ik ook echt van waarom? Wat is er aan de hand? En daarna heb ik hem nog wel even gesproken op de andere cocktailparty. En ik weet nog wel dat al die meiden, iedereen wou natuurlijk met hem praten. En toen zei ik, meiden, ik moet echt even één ding vragen. Laat mij alsjeblieft voor. En toen zei iedereen van, ja, doe maar. Dus dat was echt wel heel fijn dat iedereen zei van, hoor je aan eerst. En dan de rest kijken we. En toen heb ik echt meteen gezegd van waarom. Maar het was ook meer omdat hij het ook wist... dat hij met mij zeg maar een beetje die grapjes uit kon halen. Vond je het grappig? Ja, achteraf denk ik wel lul. Als ik het niet zelf was geweest, dat ik het zo had gezien... had ik ook gelachen misschien op de bank. Misschien dat ik dacht van achteraf dan hoor. Niet op dat moment. Maar was het als grapje bedoeld? Het was dus niet eens als een grapje bedoeld? Ja, hij wist dat hij met mij een beetje klon kloten. Maar hij zei ook van, ik wou hem zien. Ja, voor hem was het natuurlijk een bevestiging dat ik echt voor hem was. Maar dat zal ik zo zeggen. Hij wou aan jouw reactie peilen of hij dus... Ja, maar ja, het is sowieso heel vaag. Ik vind dat sowieso... Ik vond het een hele aparte... Dat doe je niet. Nee, want je bent in die zin eigenlijk echt met emoties aan het spelen. En ik vroeg me ook heel erg of hij dat zelf heeft bedacht. Of dat door de productie is bedacht om er wat spice in te krijgen. Ja, ik vind... Want de crew wist het. En ik ben ook echt heel leuk met de crew. Dat was echt als familie. Dus ik hou van hun iedereen. Hoe zeg je dat? Ik vind hun echt helemaal geweldig. Ja. En ik weet nog wel dat... De crew wist het allemaal, dat het ging gebeuren. Dus iedereen zei, we hebben ons rug naar Tony toe gedraaid. Niemand ging kijken, want we dachten... Oh, want ze wisten natuurlijk ook hoe gevoelig ik in dat soort dingen was. Ja. Dus hun zeiden ook van, ja... En niemand durfde te kijken, want iedereen vond het zo erg voor je. Ja. Dacht ik, oh mijn god. Het was ook echt heel intens. En dan komen die meiden naar je toe. En nou, toen brak ik. Toen zei ik ook van, laat me maar even. Toen is ook alles eruit gekomen. Ik miste mijn hond, ik miste mijn moeder. En ik wou even naar mijn vriendin, ik wou even wat kwijt. Toen kwam echt alles even weer naar buiten. En ik dacht, oh, sukkel. Ja, dat en gewoon leuk weglachen of zo. Weglopen ook. Ja. Maar hij had wel meer van die gekke acties. Zoals met Maxime ook. Die moest ook opeens weg. Ja. Hij heeft het daarna wel goed uitgelegd, vond ik dan. Maar ook van die... Even iets geks gebeurt er dan, of zo. Ja, maar hij heeft natuurlijk ook dat Rick zegt van... Nou, jullie gaan met z'n allen varen. En Oria gaat niet mee. Zonder uitleg ook weer. Ja. Dat is echt zo van, jij blijft hier. En de rest van de meiden ging dus wel op En die ging dus inderdaad. En ik heb gewoon een halve dag, superlekker ook, even rust. Maar halve dag daar gezeten, ja. Ja, hij was echt een beetje met jou aan het fucken. Ja. Nee, dat snapte ik dus ook, dat ik echt weer... En zoals ik het heb ervaren als kijker, zeg maar, ben jij redelijk gevoelig. Enorm, ja. Was jij ook echt gek op hem al, redelijk snel. En als het dus bij iemand dit niet moest gebeuren, was het bij jou. En het gebeurde elke keer op keer weer bij jou, dit soort trucjes die hij dan aan het uithalen was. Ja. En, ja, maar dat begon al meteen met de eerste roosceremonie, dat hij zei van... ik ken jou een beetje en ik wil je beter leren kennen.
En toen gaf hij mij zeg maar die laatste, of die laatste, ik was volgens mij laatste in de rij. En toen pas boem gaan de camera's uit, Tony gaat weg en al die meiden naar mij. Oh, je kent hem al. Mag ik zelf even wat vertellen hier? Mag ik zelf nog wat doen? Dus dat was de eerste keer al dat hij me eigenlijk zat te fucken. Dat ik dacht, oh, je zei, gooi me echt voor de leeuwen. Mm. Je wilt me echt, it's on. Ja. Ik grijp je. Ja. Maar hoe was dat? Want jij was dus, je kreeg steeds meer gevoelens. Je wist vanaf het begin af aan al dat je hem echt leuk vond. Je zit in een huis met allemaal meiden die hem ook leuk beginnen te vinden. Die allemaal eigen dates ook met hem hebben. Je zei al net van, je zag hem naar Jill toe trekken. Enorm, ja. En India en... Ja, Max in het begin natuurlijk Max, ja, wel in het erg. Begin. Hoe was dat? Ja, heel stom. Ik heb altijd wel erin gezeten ook van, als zeg maar, want ik weet nu hoe Max en India en iedereen zijn. Als hij met hun had geëindigd, had ik het ook goed gevonden. Omdat ze weten, dan weet ik dat hun goed zit en dan weet ik dat hij goed zit. Dus ja, dat had ik ook helemaal... Ja, natuurlijk wil je zelf met hem mee naar huis. Maar toen ook, tijdens de opnames? Ja, ik heb nog nooit, ik heb hem niet echt als concurrentie gezien. Niet echt dat ik dacht van, oh... Nee, natuurlijk gun je hetzelfde het meest. Maar ik wist van mijn kant heel stom dat het eigenlijk misschien al goed zat. En ik dacht, nee, als we een keer op date willen dan... Om het zeg maar nog even goed te bewijzen, dan is dat prima. Maar ja, het is van, ik ga toch wel met hem mee naar huis. Nee, ergens. Dat niet zozeer, maar ik wist wel dat ik inderdaad een goede kans maakte ervoor. En nogmaals, als hij met een van de andere meiden naar huis was gegaan, althans dan zeg maar Maxime of India of iets, of Jolijn, dan had ik het ook goed gevonden. Want ja, het zijn hartstikke lieve meiden en het zijn zo'n lieve jongen. Dus dan, ja, ik weet niet. Ik heb nooit echt hun als concurrentie gezien. Mm. Zo zat ik er ook helemaal niet in. Het is meer dat ik voor mezelf inderdaad hard aan het strijden was. Maar ik had het hun net zozeer gegund. Om het zo te zeggen. Hoe vond je het om in die villa te zitten met zoveel mensen? Zoveel verschillende persoonlijkheden? Te veel. Ja? Ja. Voor iemand die dus hoogsensitief is zoals jij? Te veel, ja. En ik ben ook wel best wel gangmakertje, sociaal. Dus ik lul met iedereen. Ik vind iedereen lief en leuk. Op een gegeven moment zit het dan bij mij ook wel echt tot daar. En ik durfde dan niet mijn verhaal bij iemand kwijt te doen. Het is dat Maxime mij een keer doorgeprikt heeft. Die heeft gezegd van, jij gaat nu praten. En anders, ja, toen ben ik gebroken. Maar het is heel intens. Wij hadden ook twee huizen. In het ene huis zaten meer meiden. Dus ik ben heel blij dat wij het andere huis hadden gekozen. Om het even zo te zeggen. Met wie zat jij dan in dat huis? Ja, ik zat sowieso met Jolijn en Max in de kamer. En naast ons zaten Sarai en India. Ja. Maar heel intens hoor. Dat is te veel. Als je zeker als je het idee hebt dat je de gangmaker moet zijn, dat kan heel veel energie kosten. Ja, en zelf natuurlijk slecht in vertrouwen en meer dat ik denk van ja, iedereen kan natuurlijk bij mij zijn zegje doen, zijn verhaaltje doen. Maar ik durfde dat niet bij een ander. Ik zei alleen maar van, meer van kom maar. Een soort van spons ben je dan. Ja, joh, alle energie maar dat is mijn opzuigen. Eigen, ja. Maar dat is mijn karaktertje. Ik ben het zorgzaam. Ook voor iedereen zorgen als iemand zich niet goed voelt. En ik voelde me ook niet goed. Dan zei ik, oh kom hier, kom maar praten. Tuurlijk, dat doe ik met liefde. Maar ik merkte dat ik soms dan ook wel even dacht van, mag ik ook even mijn verhaal kwijt? En dat kon uiteindelijk ook wel bij een paar meiden hoor, daar niet om. Anders zou je het ook niet voelen, denk ik. Maar was er dan ook een psycholoog die je af en toe apart nam? Of moest je dat ook op eigen initiatief doen? Nee, dat niet. Maar ik kon wel met de crew praten. Dus die prikte mij, die hadden mij natuurlijk ook heel snel door. Dus die, als ik even een beetje zo liep, dan zeiden ze, oké, kom maar even. Gaat het? Dus ja, kon ik weer even mijn verhaal kwijt en iets over thuis vertellen of zo. Ik had ook allemaal foto's mee. Ah. Dus iedereen, soms iedereen van, ja, laat je foto's van de honden nog zien. Nou, dat ging zo. Dus ik ben heel trots. Nou, dit zijn mijn vriendinnen. Dit is schattig. Ja. Je bent wel een beetje een binnenvetter, hè? Ja. Ja, dat wel. Iedereen is natuurlijk meer met na dates, inderdaad. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus iedereen weet zelf iets moois te vertellen. En hoe Tony dan keek en hoe Tony na date. En het zit echt goed. Dan denk je natuurlijk zelf van, oh... Nou, dat deed hij niet bij mij, maar hij deed sowieso bij mij. Ja. Is dat dan wel goed? Werd je er onzeker van? Onzeker. Is het onzeker? Ja, misschien wel. Maar nooit echt laten merken of zo. Meer, misschien onzeker. Is het onzeker? Ja, ik denk het misschien wel. Soms, misschien dat je meer zelf je die tijd gunt met hem. Dat je iemand van een date afkwam, dat je dacht, oh, had ik ook gewild. Ja. Maar wel het diegene ook wel gun hoor. Niet dat ik dan met zo'n kop zat van, nou, heb jij een date gehad? Nee, ik vond het alleen maar leuk. En ik weet toch wel dat India toen een keer geen date had gehad. En toen had ik ook op haar gewoon gestemd van, zij moet nu echt even een keer met Tony weg. Want anders is het ook niet leuk. Dus dat, ja. Het is zo raar, want je bent er natuurlijk niet
Mijn eerste quote was van, ik ben hier niet om vriendinnen te maken. Uiteindelijk dus wel. Ook. Want je gaat toch van die meiden houden. Dus je, ja, ik zie dat niet als concurrentie. Ik zie het meer inderdaad zo, ook als een gunfactor of zo. Dat denk ja, maar van, een hele gekke verstandhouding is dat dan. Omdat het je, is heel gek, je bent ja. vriendinnen, maar je bent ook in een wedstrijd. Je wilt elkaar vertrouwen, maar je weet misschien ook niet in hoeverre dat kan. Nee, ja, dat merk je natuurlijk achteraf in Nederland, ja. Hoe dat verder gaat. Ja. Maar inderdaad, daar dan heb je meer eigenlijk meer lang leven lol met die meiden. En inderdaad, je mag met Tony op date en oh, superleuk. Dus ik ben er helemaal niet echt mee bezig geweest. Maar uiteindelijk kwam je steeds dichter bij de finale. Dat had ik sowieso ook dan. Op een gegeven moment denk je ook van, oh ja, nou ja, die zit er goed en die zit goed. Ik had sowieso niet verwacht dat ik die ene laatste roos... Ja, natuurlijk. Die inleidsdoos zou krijgen, dat we daar zitten. Dat had ik niet verwacht. Want? Toen dacht ik, ga naar huis met mijn moedertje. Mijn moedertje was het toen. Mm-hmm. Omdat ik een heel sterk gevoel had dat Jules die roos kreeg. En India. Dat, ja, maar jij kreeg hem. Ja, heel raar. En toen? Volgens mij ben ik daar ook in shock. Ik zit alleen maar zo naar hem te kijken. Ik kijk op mij het gezicht. Dus blik ik onder doden. Ja, maar je had hem echt niet verwacht. Ik had hem niet meer, nee. Ik heb ook 10 keer gevraagd, echt? Echt waar? Want ik dacht, ja, zo trekt hij hem weer weg. Ja, maar dat snap ik dat je dat vraagt. Je mag hem weer. Dat zou echt een naargelang geweest zijn. Jij niet. Jammer, hè? Wil je? Nou, mag niet. Ga maar terug, ga naar India. Wil jij deze aan India geven? Heb je het even gevoeld hoe dat mag zijn? Oh. Nee, maar toen, je kreeg hem dus wel. Ja. Jij helemaal in shock natuurlijk. Dat hebben we allemaal denk ik ook wel gezien. Ja. En dan ga je die 24 uur date in. Hoe was dat? Ik weet wel dat die nacht, Hugh en ik hadden besloten om samen te slapen. Mm. Onze laatste nacht, zeg maar, in het huis. Dus toen hebben we samen. Toen hoorde ik opeens om 11 uur 's avonds. Oh, jij gaat als eerst op date. Toen dacht ik, als eerst op date. Oké, ik moet morgen om 8 uur weg. Dus dat was al helemaal. Dat was wel grappig. Dat was wel leuk. En een begeleider noem je zo iemand. Ja, die van de crew. Waar ik vanaf dag 1, waar ik mee gevlogen had. Die mocht zeg maar mij ondersteunen. Dus ik was heel blij dat hij deed dat bij mij was. Want bij hem voelde ik me echt heel goed. En hij herkende zichzelf heel erg in mij. Omdat hij was ook zo gevoelig en zo vroeger. Dus ik kon met hem altijd heel goed praten. Dus ik was heel blij dat hij met mij mee mocht op die 24 uur date. Dat ik toch als even wat was. Dat ik even naar hem toe terug kon vallen. En even mijn praatje kon doen en zo. Ja, dan word je in een busje gestopt met je koffer. En dan... Dat was heel raar, want meestal als dan we aankwamen, werd je helemaal afgezonderd door de crew. Van, oh, je mag Tony niet zien, dit en dat. En nu opeens kwam hij met zijn eigen PA, kwam hij eraan. En toen ging hij opeens zo naast me staan. Dus ik wou nog zeggen, Tony, je mag hier niet komen. Je bent helemaal afgericht, hè? Van, zo en opeens zei hij, nou, lekker, hè, 24 uur steeds. We mogen doen wat we willen. En ik dacht, nou, daar heb je hem. Dus toen werden we helemaal losgelaten. Dus dat was wel echt heel... Werd niet alles gefilmd? Tussendoor heb je natuurlijk setting ombouw. Dus je laat ze dan dingen op gaan bouwen. Dus toen konden we eigenlijk gewoon wel samen zijn. Ja. Dan willen ze natuurlijk niet dat je hele intense gesprekken met elkaar gaat doen. Omdat ze dan het je eigen ik willen laten zien op tv, je eerste reactie. Maar daar, ik weet nog wel dat hij inderdaad in een busje werd gezet. Toen zeg ik, jongens, het gaat van mijn tijd wel even terug. Kost me weer een uur. Ja, dat snap ik. Nee, het was heel raar. Dat diner was zo... dat was echt heel mooi. Ja? Ja, dat vond ik denk nog het leukste van die dag. Want wat hebben jullie allemaal... Je hebt dan dat diner gehad en daarna kwam deze intense seizoen, toch? Ja. Ja. Wat voelde je gedurende die 24 uur date? Hoe intens was dat? Ja, ik dacht, het zit wel goed. Wat voor gesprekken hadden jullie dan ook? Eigenlijk ook over privé, over zijn DJ, over wat hij deed in het dagelijks leven. Nog meer daarnaast. Ik weer met mijn fotootjes. Echt heel schattig. Oh, je vrouw is bijna 30 en hoe doet ze dat? Heb je ze nu niet meegenomen? Nee. Daar heb ik een telefoon voor, maar ik wist dat mijn telefoon werd afgepakt. Ja. Toen dacht ik, ga dat niet doen. Ach. Misschien kreeg ik hem daarom niet. Oh, dat zal het zijn. Nee, en maar eigenlijk wel een positie gebracht dat hij mij, hoe zeg je dat? Dat hij net deed dat ik die roos ging krijgen. Oh ja, wat zei hij dan tegen je? Nee, een beetje aan het kutten lagen we dan in bed. Pardon, mag dat? Mag je een beetje gek doen in bed. En een beetje stoeien. En toen zei hij opeens, ja, dan gaat je roos. Of wil je die roos morgen nog? Dat soort dingetjes. Mm. Nou ja, dat is wel...
Dat vind ik wel intens. Dat moet je niet zeggen, vooral niet. Ook weer zo'n opmerking dat je eigenlijk denkt van, niet zo heel handig. Ja. En nee, dat hij het echt heel fijn vindt, heel leuk. En dat hij het had gehoopt en niet, ik natuurlijk ook, dat het zo was. Ik dacht het echt. Ja, heel raar nog steeds, denk ik. Als ik het ook terugkijk en ik was het zelf niet geweest, had je toch gedacht, dat is het. Ja, vooral ook, denk ik, hoe ik het als kijker heb ervaren. Het was voor mij ook wel heel erg duidelijk dat jullie echt een klik hadden. En dat jij vooral heel erg oprecht was. En Tony ook oprecht geïnteresseerd. Alleen, hij had iets bij you. En ook al waren er zoveel redenen waarom hij dat eigenlijk niet zou moeten doen. Als kijker, zo zie je dat dan. Ja, precies. Heel super lief voor dus, ja, daarom. Ik vind jou ook heel lief. Ja, dus daar ligt het niet aan. Alleen als kijker is dan de logische optie dat hij voor jou gaat. Ja. Zeg maar. Alleen dat is dan niet gebeurd. En dat zul je nooit kunnen uitleggen. Dat zijn gevoelens bij Tony. Wat hij misschien zelf niet eens kan uitleggen. Ja, inderdaad, zo goed recht. En dat zeg je, Jules ook een super lief meisje. Ja. Alleen, zonder dat het dan zo loopt voor hem. Maar heftig, het lijkt me gewoon zo bizar dat je dus zo dicht bij elkaar op een gegeven moment komt. Zo emotioneel verbonden ook na zo'n 24 uur date. Je gaat ervan uit dat je het wordt. Ja. En dan gaat hij op date met iemand anders nog. Ja. Ja, en daarvoor is hij natuurlijk ook echt wel heel leuk met mijn moeder geweest. Lijkt me ook voor mijn familie is heel belangrijk. En ik merkte dat hij en mijn moeder ook meteen echt mega goede klik hadden. Gewoon, dat ik gewoon... hoe zeg je dat? Om elkaar met elkaar. Echt heel leuk. Ja, en dan met die 24 uur date. Het was echt, echt heel fijn met hem. En dan de volgende dag gaat hij inderdaad weg. Ja. En dat is ook wel raar. Daar heb ik wel de hele dag aan gedacht. Dat hij natuurlijk met Jill weg is. Ja, hoe was dat dan? Dat is gewoon heel raar. Toch, wat was het nog geweest als ik dan als tweede was? En ik heb overigens niks gedaan met hem die nacht. Dat is voor mij echt een no-go. En van hem ook. Dus dat was wel voor mijn kant. Dacht, oké, chic. Gentleman. Mm-hmm. Wat er toen met Jules gebeurt, dat is weer een ander verhaal. Nee, maar met mij en Tony is straks zeg maar niks geks. En dat denkt niks iedereen nog steeds. Ja, en het ook echt naar de buitenwereld uithelpen. Er is niks gebeurd. Nee. En daar ben ik ook heel blij om, dat niet zo is gaan. Anders had misschien nog meer met mijn gevoel erin gezeten. Ja. Maar toen ging hij met Jill op date. Nou, dan gaat hij met Jill op date. Nou, ik kan me voorstellen dat jij... teruggebracht naar de villa, helemaal leeg natuurlijk. Helemaal weer omgetoverd tot de echte villa, want alles was er natuurlijk uit. En dan die nacht daar alleen in die villa, dat is gewoon heel raar. Want de volgende dag heb je de roosterceremonie. Maar het is zo raar uit te leggen. Ik kan het niet eens uitleggen hoe dat zeg maar allemaal voelt. Er gaat zoveel door je heen. Aan de ene kant word je de hele dag schreeuwen van wat er aan de hand is. Aan de andere kant mis je hem ook heel erg. En dan denk ik ook weer van, het zit er ook weer op. Dus het hele avontuur zit er ook. Dat ga je natuurlijk ook weer missen. De crew ga je missen. Het is zoveel in één. En dan werden wij ging ik met onze begeleidster door naar een heel klein stadje. Nou, en daar heb ik de zenuwen echt tot daar gehad. Moest je zo'n speech voorbereiden. En dat heb ik echt in mijn hoofd zitten drammen. Dus mijn begeleider weer van, geef maar gewoon alleen maar koffie. Komt het wel goed. En vanaf dat moment, joh, dat is zo raar. Hele raar, het is zenuwen. Ja, ik kan het niet uitleggen. Het is gewoon heel intens. Ja. Zo van alles door je heen. Een rollercoaster echt aan emoties. Ja. Ja. En toen kwam die terug. Of toen had jij je speech voorbereid. En toen ging je dus naar de laatste roosceremonie. Ja, toen komt Rick bij je. En jij was toen nog van overtuigd dat je het zou worden. Nou ja, ik hoorde dat Jill nog gesendet moest worden bij Rick. Ja, dat heb ik je eerder horen zeggen in een interview. Ja, daar ga je. Dus ik ging al met een dubbel gevoel daarheen. Toen dacht ik, Nee, natuurlijk wel sterk blijven van, wie weet. Ik heb altijd, mijn programma's, als ik het überhaupt gezien heb, weet ik altijd, de eerste is de Sjaak in de tweede. Toen hoorde ik dat en toen moest Rick. En toen met Rick weet ik helemaal niet meer wat ik gezegd heb. Toen was ik echt, daar zat mijn toppunt. Ja. Toen dacht ik, ga straks flauw vallen en loop straks weg. En toen zei ze, je mag op. En dan weet ik nog dat het pad op het gras met die roosjes. Dat ik echt ook dacht, jongens, waarom doen we dit? die speech meteen uitgeknald. Toen viel ik echt bijna flauw ook. Toen ga ik van de zenuwen allemaal. Ja, het is zo raar. Het is, als ik nu ook terugdenk, het is zo intens. En waarom eigenlijk? Want je wilt natuurlijk bewijzen of bevestigen naar hem toe van, het zit goed. En dan opeens zit hij natuurlijk iets aan jou te zeggen. Ik weet nog wel dat ik zijn handjes vroeg. Mag ik je handen even vasthouden? Ik dacht, dan ga ik zoals echt nokkie. Ja. En toen kwam hij met die lieve speech. Nou, ook wel lieve dingen over mijn moedertje nog gezegd en zo.
Want toen zei hij iets van, ja, weet ik niet meer. Nou ja, dat ik die roos niet kreeg. En op dat moment dacht ik ook van, ja, het is goed, maar aan de andere kant, ik snap het ook niet. Kwam dat besef gelijk binnen dat je hem niet kreeg? Nee, om het hoekje pas. Ja, want tijdens je speech, je reactie was echt zo van, oh... Nee, het is goed, okay, het is goed, schat, ik snap het. Ik snap het ook wel, dat hij daar, natuurlijk mag je ook voor jou kiezen. Maar had mij niet in zo'n positie gebracht. Nee. Dat snap ik niet. En ja, daarom het hoekje. Ik weet nog wel dat ik terugliep en dacht, zou ik mijn hakken uittrekken? En dan verder lopen. Toen dacht ik, nee, loop maar gewoon door. Daarom het hoekje ben ik echt, dat ik dacht van ja, alles kwam eruit. Niet alleen zeg maar Tony. Het was niet dat ik alleen maar dacht van, oh, ik wil hem echt mee naar huis. Maar ook gewoon alles. Die rollercoaster. En je krijgt dan weer een telefoon in je handen geduwd na 5 weken. Je kan je moedertje weer spreken. Je kan je vriendinnen, je eigen echte vriendinnen weer spreken. Je wordt bij de crew gestopt. Gewoon eigenlijk neergezet. Je krijgt opeens de psycholoog. Maar ik weet inderdaad dat de psycholoog de meiden opvangt die afgevallen zijn. Dus toen ik haar zag, dacht ik, oh, ja, dat zit was erop. Ja, dat, ja, ik heb hem niet. Ja. En toen, ja, vanaf dat moment, ik ben zo verdrietig geweest. Ik ben echt, nou, echt heel verdrietig geweest. Dat, ja. Ja, dat hebben we ook allemaal kunnen zien. Oh, jullie hebben het gemaakt. Ja. Dit was echt heartbreaking. Poppetje. Dit was echt heartbreaking om dit te zien. Maar ik kan me... Heel intens. Daarvoor bij hem dacht ik nog van, okay, ja, goed, inderdaad, ik snap het. Ik snap het niet, maar... Ja. Je wou hem denk ik ook gewoon nog even dat gunnen of zo. Waarin je jezelf denk ik ook een beetje weg hebt gecijferd. Ja, en ik snap het voor jou. Ja, ik weet natuurlijk waar hij aan meedoet. Of waar ik ook aan meedoe. Dus als ik helemaal, boos is het niet. Maar als ik helemaal echt teleurgesteld zou worden, had ik niet aan mee moeten doen. Want tuurlijk kan het altijd gebeuren. Ja, dat kan je rationeel van tevoren bedenken. Maar als je daar staat, dan is dat weer iets anders, denk ik. Dat zeker. Maar meer dat de dingen die jij tegen mij hebt gezegd. En ook op die 24 uur deed, hoe die in de positie brengt. In de positie bracht dat ik het inderdaad wel zou worden. Dat vind ik niet chic. Nee. Nee, want je had het ook wat milder kunnen doen. Ja. Maar... Denk je dat hij dat meende? Allemaal? Want dat hij echt op dat moment dat hij met jou was ook echt dacht dat hij er met jou vandoor zou gaan? Nee, of hij niet? Dacht meteen niet dat hij met mij er vandoor zou gaan. Hij meende wel oprecht zijn gevoelens dat hij me wel... hoe zeg je dat? Ja, misschien leuk vond, waardeerde, hoe zeg je zoiets. Maar hij wist vanaf de 24 uur steeds dat ik er niet zou worden. Dat weet ik 100% zeker. Ja, heftig dat er dan ook weer zo met je gevoel wordt gespeeld in die zin. Hè? Ja, dat is wel... ik ben altijd bij mezelf gebleven. Ik ben altijd wel echt... allemaal tot mezelf betrokken eerst. Mm. Maar dit was intens. Dit is een heel raar gevoel die ik niet kan omschrijven. Wat daar gebeurde. Nee. En wat daarna die nasleep dan nog... Ja, want toen moest je nog wachten tot het online zou komen allemaal. En toen, daarna kwam de reunie ook nog. Ja. Want ik weet dat de vorige interviews die jij hebt gehad, dat was allemaal voor de reunie. Klopt. Hoe heb jij de reunie ervaren? Ja, ik ben daar... Het was heel raar ook, want ik was daar heel zenuwachtig. Toen heb ik ook tegen de crew gezegd, ik wil niet. Ik heb geen zin, ik heb er geen behoefte aan. Ik hoef Tony niet te zien. Weet je, het is voor mij afgesloten eigenlijk, om het even zo te zeggen, want... ik had er allemaal geen zin in. Dus mijn gevoel zat al daar. Ik weet ook dat ik aankwam en tegen die meiden echt zei van... Ja, die zagen natuurlijk al mijn kop. Ik zeg, meiden, dit kan niet. Ik sta echt op huilen. Ik heb gewoon geen zin. Ik wil niet. Toen weet ik dat er iets werd opgenomen. En dat werd toen uitgezet. En toen moesten ze even iets omdraaien of iets. Ik weet niet, iets met de lichten. Ze moesten iets doen. En toen moest ik weer verder. Maar op dat moment zat ik er zo in van... Oké, Oriana, je gaat het doen en je gaat het praten... Ja, toen werd het dus even stilgezet. En toen moest ik dat gevoel weer herpakken en toen barstte ik. En daarom moest ik zo huilen met die reunie. Het is niet omdat ik nog steeds liefdesverdriet had aan Tony. Dat heb ik heel snel aan de kant gezet eigenlijk. Misschien niet verwerkt, maar aan de kant gezet. Gewoon meer plekje kunnen geven. Ja. Dus dat huilen is echt gewoon intense stress. Ik heb geen zin. Ken je dat het echt tot daar zit? Ja. En dan, iemand hoeft maar wat te zeggen. En toen zag ik die filmpjes van Rick. Ja, en toen barstte ik. Toen dacht ik, ja... Dus dat werd heel vaak gezegd, oh, je hebt echt liefdesverdriet gehad. Nee, het is echt meer alles, ik had geen zin. Ik wou niet. Ik was er klaar mee. En waarom zou ik hem nog willen spreken als hij mij niet appt en andere meiden wel? We gaan hem niet doen. Ja, want dat kwam ook nog even naar voren, want hij werd flink aangepakt tijdens je reunie. Ja, ja. Daar kwamen allemaal dingen omhoog ook. En Jul, die zat er natuurlijk ook met een gebroken hart ook nog. Het was natuurlijk, al die meiden waren ook echt wel een klap gekregen.
Ja, ik heb helemaal geen zegje kunnen doen daar. Ik heb wel geprobeerd een beetje soms even te laten zien van jongens, ik moet natuurlijk ook wel wat vragen. Ik heb hem daartussen echt helemaal niet gesproken. Ik weet wel dat ik hem een keer, nou 2, 3 weken of zo. Maar als ik een avondje uit en toen zei ik tegen mijn vriendin wel eens van, ik ga hem appen. Ik wil weten of het oprecht was. Ik wil weten of het echt, wat hij bedoelde ermee. En toen weet ik nog wel, toen dat ik een keer een lekkere borrel op. Toen dacht ik, nou, nu gaan we het doen. Toen heb ik gewoon heel net bericht gestuurd van, hey Tony, ik wil zeker weten of je oprecht met je gevoel bent geweest. Dat geeft mij echt alleen maar rust. En toen kreeg ik een super lief berichtje terug van, ja, ik ben echt oprecht naar je geweest. Waarom twijfel je daaraan? En ja, het gewoon dat het kut was of zo, hoe het liep. Dus toen dacht ik eigenlijk van, ja, weet je, het is goed, dat is prima. Maar ik heb hem nooit daartussen echt... Het was de eerste keer dat ik hem ook zag, dus... Oké. Okay. Heel raar. Laten we doorgaan naar de periode daarna. Nou. Want we hebben het net al even benoemd. Die nasleep van je deelname. Je zit natuurlijk met liefdesverdriet, wat jij geparkeerd hebt, zeg je net. Ja. Als ik jou zo hoor, wil jij eigenlijk ook heel erg blij zijn dan op dat moment voor jou en... Je wil hem ook niet in de weg zitten. Dus je parkeert je eigen gevoel. Ja, ja dat is. Maar je bent zo wel heel lang verdrietig geweest. Ja, ik heb er ook knauw van gehad. Ja, zeker. Kun je daar meer over vertellen? Over die periode daarna? Echt helemaal daarna? Toen alles helemaal van tv? Ja. Ja, dan moet je het natuurlijk gaan verwerken. Ik ben hiervoor ook heel vaak in de zeik genomen door gasten. Dus ik nam dit zeg maar even lekker mee. Dus ik dacht, nou ja, weer één die zeg maar mijn gevoel op het spel zet. En, dus ik ben heel wantrouwerig geworden naar mannen eigenlijk. Ook niet echt meer de intentie erin gestoken van, nou, ik ga het weer proberen. Ook geen behoefte aan gehad. Met die meiden, met sommige meiden ben ik nog echt heel goed. Dus daar kan ik het nog wel over hebben. Maar voor de rest wil ik er eigenlijk nooit echt over praten. Ja, nu met jou dan, maar... Nee, wat maakt dat je daar niet over wil praten? Ja, omdat het voor mij een afgesloten iets is. En, maar is dat echt zo? Ik ben het nu pas aan het verwerken. Dus ik woon nu zeg maar net 2 maanden op mezelf. Dat was weer, ja, 2 maandjes. En ik merk, ik zei het laatst ook tegen een vriendin, ik merk dat er iets dwars zit bij me wat ik geen naam kan geven. Het is niet dat ik Tony mis, het is niet dat ik de meiden mis. Althans, het zet je daar. Hoe zeg je dat? Hoe het daar? Groep, ja. Maar is misschien het rustige daar, het is misschien het hele, ja, ik weet niet. Ik ben het nu aan het verwerken. Ik heb laatst ook met een vriendin al zijn brieven verbrand. Ritueel verbranden. Want je had nog brieven geschreven naar Tony, nee, ja, die natuurlijk, niet gestuurd. Ja, een keer moesten we iets doen voor hem en toen heb ik een brief geschreven. Heb ik allemaal netjes mee naar huis genomen, bij de foto's. Nee. En toen mijn laatste speech natuurlijk, heb ik natuurlijk geschreven. Dus ik had het zo over, dus mijn vriendin zei, zullen we dat verbranden? En toen dacht ik eigenlijk, ja, ze zei, waarom wil je het eigenlijk nog hebben? Ik zeg, ja, weet ik eigenlijk niet. Ze zei, nou, het is weer een beetje een stukje verwerking. Ik zeg, ja, leuk. Dus dat hebben we toen verbrand. Ja, heel leuk. Raar, maar echt afsluiten. Ja. Maar ik heb het ook niet gekeken, het volgende seizoen. Nee. Omdat ik dat weer te intens vind. Ja, echt weer dat gevoelspersoon weer naar boven. En het werkt gewoon, komt allemaal weer naar boven als je dat zo doet. Ja, ik heb Tony daarna wel soms nog even gesproken, hoor. Of wel eens gebeld. Ik volg hem dan niet, maar soms zie ik wat voorbij komen en denk ik, oh grappig, dan like ik het even. Dus ik heb geen hekel aan hem en ik hoop hij niet aan mij. Maar het is meer, het is voor mij echt afgesloten. Het is, ik heb het heel leuk gehad, ik heb het heel mooi gehad. Alleen soms, ja, je houdt er echt wel een knauw aan over. Niet, ja. Ja, het is toch alles, kijk, het is niet uit te leggen. Je bent open en bloot naar hem toe, op tv. Iedereen kan meegenieten. Ja. Wat je net ook zegt, die rollercoaster van emoties waar je eigenlijk... Want hoe lang ben je weg geweest? 4 weken of zo? Ja. Ja, 4 weken lang zit je eigenlijk een beetje zo. En je doet het allemaal in je eentje doen. Vooral jij, omdat jij dus een binnenvetter bent. Ja, nee, heel gevoelig. Dus dat en je hebt alles geparkeerd. Een... Dus het is heel logisch dat alles nu pas omhoog komt. Nu je alle reuring rondom het programma van jouw seizoen is eindelijk een beetje gaan liggen, denk ik. Nu het nieuwe seizoen ook afgelopen is. Je zit nu op jezelf. Ja. En nu heb je pas echt tijd en rust om alles te beseffen eigenlijk wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat is het. Ja. Het is nogal wat, hè? Het is heel veel. Ik had het niet verwacht. Ik vind het, zeg maar, tijdens de opnames, dan red je het allemaal wel. Daarna wordt het heel heftig als je zeg maar echt op Videoland komt. Mensen hebben ook een mening. Ja, mensen hebben toch wel meningen zo. Niet dat ik veel
negatieve dingen over me heen heb gehad. Maar het is natuurlijk wel intens dat mensen denken dat ze je echt persoonlijk kennen. Superleuk hoor, superlief mensen zijn altijd superlief geweest. Maar het is soms ook een beetje eng dat je denkt van, oh, roep je mij nou? Of heb je het nou tegen mij? Of iemand die heel dicht bij je wil komen of zo. Gasten die je toch nog gaan proberen, omdat ze het interessant vinden. Ja, nogmaals, ik ben altijd wel mezelf gebleven. En de meeste mensen hier in Amsterdam weten ook hoe ik ben. Maar soms wordt het wel intens. Want ja, iedereen heeft natuurlijk een eigen mening. Prima. Ja. Maar het is lastig. Iedereen, ja, niet je bekendheid. Iedereen, ja, mensen kennen je. Van tv. En iedereen weet wat van je. En ze denken dat ze weten wie je bent. Dat is het, ja. Ja, ze denken dat ze je persoonlijk echt kennen. Ja. Ja. Heftig is dat, gek hè? Is dat. Het is ook heel raar. Het is superleuk en superlief, hoor. Ik ben dat heel dankbaar nog steeds. Als ik nog soms ergens loop en roepen ze of zo. Of vragen ze een foto nog steeds. Dat ik echt denk van, waarom heb je de foto van mij? Wat lief. Ja, dat vind ik alleen maar leuk. Want jij hebt in principe wel vooral positieve reacties gehad, ja. Toch? Ja, soms was het meer over plastische chirurgie of zo. Dat ik mijn lippen ooit had gedaan. Dat ze daar dan boos om worden. Dan denk ik, ja, als je daar boos om wordt, vind ik prima. Want lekker boos hebben worden, meid. Een bepaalde doelgroep, ja. Die dat niet gewend is. Ja, dat snap ik, ja. Niet iedereen is hetzelfde. Maar toevallig vroeg vanmorgen iemand of ik een man was. Dus dat was het heftig. Oh my god. Zullen we daar gewoon mee stoppen, jongens? Waar slaat het op? Nee, was ook een keer op interview. Toen vroegen ze het ook zo iets geks. Dat ik echt dacht, nee, als mensen het kwijt willen, ja prima. Maar doe het lekker in je eigen kring. Ga het niet zo online gooien. Nee. Dus het slaat nergens op. Dat hebben ze je misdaan. Nou, echt bizar. Mensen gek. Maar gelukkig heb je in die zin voor de rest niet heel veel negativiteit over je heen gekregen. Mensen stonden volgens mij ook wel redelijk achter jou voor mijn gevoel. Ook omdat je heel erg oprecht bent overgekomen. En volgens mij ben je dat ook echt. En heel eerlijk en gewoon zoals je bent. Ja. Volgens mij. Je hebt je niet anders voorgedaan dan dat je bent. Nee. Wat ook heel erg kwetsbaar is natuurlijk. Hè? Want daardoor kunnen maar dat mensen is juist. Wat, ja. Ja. Dat heb ik ook tegen Tony gezegd. Van ja, weet je, ik heb wel me helemaal open bloot gegooid op Nederlandse televisie. Mm. Natuurlijk doe ik dat voor hem. Maar dat is wel spannend. Want je kan zo mijn karaktertje doorprikken. Ja. Ik zou ook nooit bij iemand anders gaan doen. Nee. Ik zit hier ook gewoon eigenlijk hetzelfde. En met mijn familie ook. Dus ja. Hoe is jouw leven veranderd ten opzichte van voor je deelname? Ik ben wel echt een stuk zelfzekerder geworden. Heel blij met mezelf. Klinkt raar, maar ik heb even een beetje natuurlijk in de knoei gezeten. Ik ben nu echt gewoon heel happy. En ik weet ook dat ik er inderdaad van mezelf, dat ik een fijn persoon ben om, hoe zeg je dat? Fijn persoon ben om mee om te gaan. In de zin van zorgzaam en lekker gek. Die bevestiging heb ik zeg maar nog nooit gehad. Dus dat is voor mij een stukje rust. Dus ik ben wel happy. Ik heb een leuke baan. Blij met mijn baan. Mijn huisje, mijn hondje. Dus, fijn. Ja. Dus het gaat nu wel goed. Het gaat nu wel goed, ja. Soms natuurlijk wel dat je denkt van, is dit het? ben niet zo heel erg bezig met mannen. Ik wil het wel heel graag, maar ben de laatste keer weer in de zeik genomen. Dus dat is... Je trekt ze wel aan, hè, vrouw? Dus ik ben nu even op een ander type gestapt. Nee. Nee, dat laat ik allemaal rustig. Nu gaat het wel goed. Het gaat niet helemaal mega top, maar ik sta steady in het leven. Dus ja. Wat zijn je dromen voor de toekomst? Behalve een man die niet spelletjes met je speelt. Nee, ik wil gewoon spelletjes spelen. Ik wil geen spelletjes spelen, maar gewoon andere spelletjes. ja, ik wil heel graag naar Spanje verhuizen, maar dat doe ik niet. Mijn hond mag niet vliegen. Oh. Maar ik hoop wel. Met de auto? Ja, ben je wel naar Ibiza. Oh. Toekomstplannen, ja, ik wil eigenlijk gewoon wel inderdaad überhaupt ooit een keer wel een leuk gezinnetje en iemand leuks ontmoeten. Maar dan nog, ik ben nu echt heel tevreden, dus ik heb nu eigenlijk geen haast. Ik laat het allemaal op me afkomen. Ze mogen me wel even vragen voor de bachelorette, maar... Ja, zou je dat doen? Ja, zou ik wel doen, zeker nu. Laat me even zien wat voor mannen er voor mij zijn. Ja. Ga ik spelletjes met jullie spelen? Ja, nee. Ja hoor, zou ik er goed in zijn. Kom door. Ja. Zou ik wel grappig vinden. Hoe zijn je verwachtingen die je van tevoren had? Hoe klopte die met de realiteit uiteindelijk? Helemaal niet. Nee, want wat waren je verwachtingen? Mega onderschat. Ik verwachtte natuurlijk dat ik met Tony mee naar huis ging. Maar dat was niet. Maar niet zo. Nee.
Ik wist niet dat het zo intens zou zijn. Natuurlijk merk je wel dat je inderdaad op tv komt, mensen je gaan herkennen. Maar bij mij meer dat mensen zo lief over mij waren, dat had ik nooit verwacht. En mensen echt, ja, ik heb echt hele lieve woorden over mij gehad en heel veel respect over mij gehad. En ja, nog steeds. Dat vind ik echt, dat had ik sowieso niet verwacht dat je er dan zo uitkomt. Ik vind ergens uitkomen ook raar. Want ik heb het allemaal zelf gedaan en ben allemaal zelf gebleven. En iemand zei ook tegen mij, je hebt je goed neergezet. Nee, ik vind dat ook een naar woord. In die zin heb je dat ook niet altijd in de hand, hè? Ja, dat is ook zo. Dus daar heb je ook wel geluk mee gehad. Ja, naast het feit dat het natuurlijk heel moeilijk iets slechts te maken was van iemand die gewoon een goed persoon is natuurlijk. Nee, dus ik heb echt heel veel mooie dingen over me gehad. Maar het is wel intens, want nogmaals, mensen denken je te kennen. Super lief, maar dat kan ook averechts lopen. Ja. Dus ja. En heb je wat gemist op het gebied van begeleiding, voorbereiding, nazorg? Werd er nazorg gefaciliteerd vanuit het programma? Ja, tot de laatste aflevering werd dat wel aangeboden. Maar dat is niet nazorg natuurlijk, want in principe zit je dan nog midden in het proces. Ja, dat is waar. Ja, voor ons, ja precies. Nee, daarna niet. Maar daar heb ik ook zelf niet gevraagd hoor. Daar ben ik zelf ook niet achteraan gegaan. Dat had ik misschien wel moeten doen. Ze hebben wel gevraagd om mijn socials over te nemen. Dat wou ik dan niet. Omdat ze dachten van ja, dan zie je zeg maar geen negatieve dingen of dan ben je niet zo op gefocust. Nee, daarna hebben ze niet. Maar ik denk als je ze belt, of zouden ze voor je klaarstaan, maar niet dat ze er zelf mee komen. Nee. Dat niet, nee. Was misschien wel een goede geweest om er goed mee om te kunnen gaan, denk ik. Die plotselinge bekendheid en ook alle emoties en de rollercoaster die jij te verwerken hebt. Ja, maar natuurlijk inderdaad zeker zo. En ook met interviews. Ja, weet je, we werden natuurlijk ook soms met interviews neergezet. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen hoor. Kijk, nu met jou praat het gewoon lekker makkelijk. En dat vind ik gewoon heel fijn. Maar soms zit je ook ergens dat je denkt van ja, kan je wel of niet wat zeggen? Hoe kom je dan weer over? Hoe ga je dat weer beleven? Dus geen mediatraining gehad? Nee, niet echt. Dat weet ik geen antwoord te geven. Ja, dat hebben ze hebben dat wel een keer gegeven. Maar ik wist niet dat het zo dan werd. Apart wereldje, hè? Gek, hè? Dus laten we doorgaan naar het laatste onderdeel, Delo's Doos. Oh jee. Heb ik nog een paar vragen voor je? Okay. Mag je ze kort beantwoorden, de vragen? Oh, oké. Okay. Ja, ik hoop dat je mijn handschrift kan lezen, want de kaartjes, ik kon dus niet meer printen. Wat was de impact van plotselinge bekendheid op jouw mentale gesteldheid? Eigenlijk wel zelfverzekerd. Ik ben heel erg bevestiging of zo. Ja. Gek hè, dat je dat wil hebben soms als mens. Althans, ik dan. Nou, dat hebben de meeste mensen wel hoor. Ik vind dat gewoon heel fijn. Fijn, dat woord heb ik ook echt heel vaak gezegd. Ik vind dat gewoon, ja, ook leuk dat mensen dat over je gaan zeggen. Dus ja, inderdaad wel zelfverzekerd en inderdaad een bevestiging. Dat je er mag zijn. Dat je oké bent. Nou, oh, wat goed. Intens. Nog één. Met de kennis van nu, welk advies zou je jezelf geven aan het begin van je deelname? Niet te veel in je opnemen. Ik ben heel erg inderdaad een spons. Heel erg iemand die voor iedereen wil zijn. Je hoeft bij mij al sip te kijken en dan wil ik met je gaan zitten en praat met me. Minder zeg maar, meer op mezelf te focussen, meer even bij mezelf, ook om mezelf niet gek te maken. Gewoon even inderdaad mezelf op nummer 1 zetten, denk ik. Lukt dat je nu beter? Ja. Goed zo. Ja. Dat was een hele goede gelijk. Dat was een training. Gelijk de ja. Had je er nog één? Oh ja. Wat is je ultieme tip voor het verbeteren van je mentale gezondheid? Niet te lang ergens mee blijven lopen. Dat is ergens, als je het echt heel, heel diep zit, even erover praten met iemand. Praten is altijd goed. Inderdaad, ik ben een binnenvetter. Ik leer nu te praten. Maar ik merk ook dat het veel beter wordt. En dat je er veel happier van wordt. En dat mensen je meer gaan accepteren. Als je duidelijk tegen ze bent. Zeker. Goeie tip, denk ik. En voor jou helemaal. Ja, ik leer het wel. Langzaamaan leren we het wel. Ik heb nog mijn ultieme gezondheidstip voor jou. Mentale gezondheidstip. Journalen. Als je dan niet kan praten, schrijf het dan in ieder geval van je af. Dank je. En op die manier kun je een beetje orde in die chaos creëren. Dat is een hele goede van je. Dank je wel. Alsjeblieft. Dat waardeer ik. Dank je wel. En dan ga ik hem bij deze met je afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor je openheid. Ik vind je een hartstikke mooi mens, van binnen en van buiten. Dank je, ik jou ook. En succes met alles wat je nog gaat doen. Ja, dank je wel dat ik er mag zijn. Heel fijn. Thank you. Thank you.
Jee. Dank je zo. Hey jongens, bedankt voor het bekijken van deze aflevering. Hopelijk vond je het net zo interessant als ik en heb je wat bijgeleerd. Gooi vooral je duimpje even omhoog als je dit een leuke serie vindt en stel gerust ook alle vragen die je nog hebt in de comments. Wil je de hele aflevering beluisteren? Zoek En dan even op via Spotify en volg ons ook op Instagram. Vergeet je niet te abonneren, want volgende keer komt alweer de allerlaatste aflevering van seizoen 1 online. Dit keer zal ik mijn eigen verhaal vertellen en word ik geïnterviewd door een heel speciaal persoon. Namelijk één van de personen die mij heeft geïnspireerd om deze serie te maken. Ondertussen ben ik heel druk bezig met seizoen 2 voorbereiden. Dus laat in de comments ook even weten wie je volgend jaar geïnterviewd wil zien. Tot over 2 weken. Bye!